Hallo beste mensen en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video. In deze video gaan we de Barré-akkoorden bespreken. In de vorige twee video's heb ik jullie uitgelegd hoe je de basis, open, mineur en majeur akkoorden speelt. Vandaag is het dus de beurt aan de beruchte Barré-akkoorden. Met deze akkoorden is het wel zo dat je iets meer kracht in je vingers nodig hebt, want je speelt dus deze akkoorden met al je vingers, met alle vier vingers waar je mee gitaar speelt. Hoe dat in zijn werk gaat, vertel ik straks. In principe, als je het een keer kunt, is het makkelijker dan open akkoorden, omdat je niet, je kunt in dezelfde positie blijven en alleen de vakjes opschuiven. En zo kun je elk akkoord spelen die er maar is. Hoe dat in zijn werk gaat, laat ik jullie straks allemaal zien. En denk er wel om, je kunt beter elke dag een half uurtje, een kwartiertje, half uurtje oefenen dan één keer in de week een uur. Elke dag even oefenen, een kwartiertje, 20 minuten, half uurtje van mijn part. En dan kun je echt binnen 3-4 maanden kun je deze akkoorden allemaal spelen. Oké, mensen, ik heb weer genoeg geluld. We gaan beginnen. Oké, mensen, de Barré-akkoorden. Ik ga eerst even een paar open akkoorden spelen en dan pak ik ze in de Barré-vorm. Dan kunnen jullie het verschil horen. Jullie hebben de A geleerd in de vorige video's. De C. De G. Oké. Het G-akkoord. Dit is een open G. Open G, dat heb ik ook misschien vergeten te zeggen, maar open G heet zo omdat je open snaren gebruikt. Met een Barré-akkoord, hetzelfde G-akkoord, speel je op deze manier. G majeur, hetzelfde als deze. A-akkoord, in de open vorm. Speel hem zo, heb je een open A-snaar. In de Barré-vorm speel je hem zo. En de C als laatste, dus de open. In de Barré-vorm speel je hem zo. Oké, mensen, ik ga jullie nu laten zien hoe je dit doet. Als eerste ga ik jullie even een kleine tip geven, dat het wat makkelijker wordt. We spelen nu het E-akkoord. Met de Barré-vorm gaan we dus alles een vinger opschuiven. Dus pakken we met deze vinger pakken we dus de derde snaar, het eerste hakje. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dus met de middelvinger pak je, ga je naar de derde snaar in het eerste hakje. Met de pink ga je naar de vierde snaar in het tweede hakje. Dus met je pink ga je naar de... Kijk dat ik het zo kan laten zien. Met je pink ga je dus naar de vierde snaar in het tweede hakje. Eigenlijk precies hetzelfde als een gewone E, alleen je verschuift de vingers nu op. En met je ringvinger ga je dus naar de vijfde snaar in het tweede hakje. Dan krijg je dus eigenlijk hetzelfde E-akkoord, want je hebt nu je wijsvinger, heb je nu los. Dus je schuift alles eigenlijk één vinger op. We gaan nu het F-akkoord pakken. Wat moet je daarvoor doen? Je hebt dit E-akkoord. Dan schuif je alles één hakje op. Eén hakje verder. Daarheen. Beetje Spaansachtig akkoord krijg je nu. Dus je pakt het E-akkoord. Hier heb je gewoon een E-akkoord. Pak je alles. Alle vingers schuif je gewoon één op. Ga je alles één hakje verder schuiven. Dus dan krijg je dus de middelvinger op de derde snaar in het tweede hakje. Dus je middelvinger op de derde snaar in het tweede hakje. Je pink komt op de vierde snaar in het derde hakje. Dus je pink, vierde snaar, derde hakje. En je ringvinger
komt op de vijfde snaar in het derde hakje. Wat je nu gaat doen, we gaan nu de F-baré pakken, is deze wijsvinger in het eerste hakje zetten. Helemaal. Dit is normaal gesproken je eerste vinger. Eigenlijk, zo moet je het bekijken, als je gewoon een airchord speelt. Omdat je nu alles in opschuift, wordt de kam, zeg maar, je eerste vinger wordt nu de kam. Dus, ga je alles in opschuiven, dan pak je deze wijsvinger, leg je over de hele hals, over alle snaren heen. Dus dan krijg je... Dat je het zo goed kunt zien. Ik sla alle snaren aan. Van boven naar beneden. En zorg ervoor dat het alles goed klinkt. Dus en dan, als je klaar bent, als je dit lukt, dan pak je eigenlijk dezelfde positie als je bij het E-akkoord pakt, pak je erbij. Dus je zet een wijsvinger over alle snaren. Over de hele, alle zes snaren. En ze moeten alle zes klinken. Dan pak je de middelvinger en die zet je op de derde snaar, dus de G-snaar, in het tweede vakje. Dus dan krijg je deze tonen. En dan pak je je pink en die zet je op de vierde snaar in het derde hakje. Dus je pink in het, op de vierde snaar in het derde hakje. En je ringvinger zet je op de vijfde snaar in het derde hakje. Dus de ringvinger, vijfde snaar, derde hakje. En de wijsvinger blijft staan. Dan ga je ze allemaal aanslaan. Je moet misschien iets harder drukken nu. Maar zorg, hij moet zo klinken. F-baré-akkoord is dit. Als we nu alles een hakje opschuiven, want dat is ook wel mooi, want je hoeft dan niet meer te veranderen. Hij blijft zo gewoon staan. Als je alles één hakje opschuift, heb je een vies. Een vies baré. Dat zijn allemaal majeur-akkoorden trouwens dit. Alles is majeur dit. Dus hier heb je een vies. Vies, majeur in baré-vorm. Dus hier heb je de F. Vies. En als je een opschuift, heb je de G. Hetzelfde als dit akkoord. Die je hebt geleerd in open vorm. Dus eigenlijk wat je doet is gewoon... alles een opschuiven. Schuif je nog een op, dan heb je een Gies. Gies majeur. Schuif je nog een op, heb je een A majeur in de baré vorm. Schuif je nog een op, heb je een bes of een A-is, een verhoogde A. Dit is een A-is of een bes. Deze is een B. B-majeur. En dan ga je hier naar de C. Dit is de C. Als je nog even verder gaat, heb je hier de C's. C's majeur. En één verder heb je de D. Nou, verder kan ik niet, want dan zijn mijn vingers iets te worstelig voor. Het is niet de bedoeling dat je heel hard gaat drukken, hoor. Maar dat is eigenlijk echt niet nodig, want je hoeft maar licht druk uit te voeren. Tenminste, ik wel bij mijn gitaar. Het trucje wat ik ga laten zien is dat je op een hele makkelijke manier van majeur naar mineur kunt gaan. Ik heb zo net even de baré-akkoorden in de majeur-vorm aan jullie uitgelegd hoe dat zit. Hier heb je de G, F, A, etc. Oké, ik pak nu een G-majeur. En om daar mineur van te maken is het heel simpel. Maar het enige wat je daarvoor hoeft te doen is je middelvinger op te tillen. En dan krijg je mineur. En zo, als je vinger erop zet, majeur, mineur. En hier ook hetzelfde verhaal. F mineur, Fis mineur, G mineur, Gies mineur,
A-mineur, die heb je ook geleerd in de open vorm. Heb je hier ook. Dit is de bes, of de A-is. Mineur, de B-mineur. Majeur, mineur, C-mineur. Dus dit is de truc. Je zet dus, zoals zo net bij de Barré-vorm, de wijsvinger. Ik zal dus over de hele alle slagen heen. Zorg dat ze goed klinken. Dan pak je de pink, zet je op de... Nou, ik ga nu uit van het G-mineur akkoord. Dan pak je de pink, die zet je op de vierde snaar in het vijfde hakje, dus deze. Dan pak je je ringvinger en die zet je op de vijfde snaar in het vijfde hakje. En voor de rest niks. Middelvinger hou je omhoog en indrukken. Zorg ervoor dat alle snaren goed klinken. G-mineur. Nou ja, en zo kun je dus ook weer schuiven zonder dat je daarvoor een vinger hoeft te verzetten om van majeur naar mineur te gaan. Nou mensen, dit waren dus de beruchte Barré-akkoorden. Ik hoop niet dat je nu denkt van wow, want dat valt best mee hoor. Het is gewoon echt een kwestie van oefenen. Je spieren en je vingers moeten ook iets sterker worden. Dat is in het begin allemaal lastig, dat is gewoon zo, maar geef het niet op. En zoals ik eerder al zei, ga elke dag gewoon een kwartiertje tot 20 minuten oefenen, een half uurtje. Dat is beter dan dat je één keer per week een half uur of een uur oefent. Dat is echt waar. Oké, mensen, dit was het voor vandaag. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn, abonneer even op mijn kanaal. Daar zou ik je heel dankbaar voor zijn. En ja, als je het leuk vindt, laat even een reactie achter in de comments. Ook als je bijvoorbeeld ergens mee zit, je hebt een vraag, stel ze gerust. Maakt niet uit. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Donderdag ben ik weer om 5 uur met een nieuwe video. De bedoeling is dat ik nu 3 keer per week een video upload. Dus maandags, donderdags en zaterdags om 5 uur. En dan zeg ik zoals altijd, tot de volgende video!